Sony Media. Hey Mom, ben ik weer, hè? Weer voor je de deur. Hey, met Joëlletje. Nee, ik ben je little mamskin. Ja, dan blijf je altijd. Mijn troetelbeertje. Wat gezellig dat je weer bij mama bent. Ja, ik vind dat leuk. Om even lekker gewoon weer even te kletsen. He, een beetje catching up. Ja, en weet je wat ik zo leuk vind? Ik hoef maar naar je gezicht te kijken en ik weet precies in welke stand van de maan het is. Of je happy bent, of dat je verdrietig bent. Of je in je hum bent, of niet. Ja, nou, ik had echt iets heel traumatisch meegemaakt de afgelopen dagen. Of nou ja, eigenlijk, ja, volgens mij 3 dagen terug. Wat was dat dan? Nou, het is weer mooi weer, hè, buiten in Amsterdam. En ik zie zo een enorme grote spin in mijn kamer. Slaapkamer. Dood in. Mam, niet een klein spinnetje. Dat je denkt, oh laat maar echt een... Nou, alsof het bijna uit Australië is gekomen. Zo eng. En je weet, ik ben niet heel snel bang voor dingen. Hè, maar voor beesten of whatever. Maar voor spinnen... Nou, oh, ik vind dat spinnen vind ik zo eng. En mensen lachen me altijd uit van hoe kan je daar bang voor zijn? Maar ik was zo bang. Weet je wat ik heb gelezen? Dat wij als mensen 7 spinnen per jaar opeten in ons slaap. Ik denk dat je ons luisteraars traumatiseren. Wist jij dat? Denk dat dat dus niet waar is. Het is wel waar. Want ik weet niet. Iedereen slaapt toch een beetje met hun... Met je mond. Je kan toch niet zo slapen? Ja, nee, ik denk door de geur en door snurken... dat ze daar niet naar binnen kruipen. Spinnen zijn niet bang voor mensen. Nou, ze zijn bang voor bewegingen. Jawel, spinnen zijn bang voor mensen. Man. Ik geloof dat niet. Want waarom komen ze dan in de buurt? Want als ik in de buurt kom, dan gaan ze weg. Dan blijven ze stilstaan zo. Nee. Weet niet wat voor spin jij hebt meegemaakt. Ik ben bang voor spinnen. Ja, ik ook. Echt waar. Maar wat wilde ik dus vertellen? Het zat dus in mijn slaapkamer. Ik had er één, die was zo groot. En toen zag ik er nog eentje boven mijn bed hangen. Heb je mama? Oeh. Wat? I freezed. Ik raak dat niet aan. Ik durf het niet. Ik durf in je slaapkamer bij je bed. Ik vraag me echt af of ik de enige ben die zo bang is. Een soort fobie heeft voor spinnen. Nee, ik denk dat er wel heel veel mensen bang zijn voor spinnen. Ja. Maar ik ben echt klein vertrokken. Of groot, dat maakt niet uit. Die poten zo en dat ze dan zo bewegen. Verschrikkelijk. En helemaal in je slaapkamer. Heb je niet een stofzuiger gepakt? Mama, zo, dat dan... durf jij ook niet. Hoe vaak ik bij jou een springhaan heb gezien. Dat je die wil opzuigen. Jij schreeuwt allemaal bij elkaar. Zo eng. Nee, we houden niet echt van insecten. Wie houdt daar wel van? Nou, maar ik moet zeggen, ik ben eerder bang voor een spin dan voor een muis. Ik vind muizen niet eng. Ik vind muizen ook niet heel fijn, hoor. Nee, het is niet fijn, maar ik heb liever een muis. Ja, dat is echt, dan kunnen mensen me gek verklaren. Maar ik heb liever een muis, dat ik een muis zie, dan dat ik een spin. Ja, maar als je één muis hebt, heb je gewoon een heel nest, hè? Ja, dat is waar. Maar wat heb je met die spin gedaan dan? Nou, ik ben gewoon vertrokken. Ik ben weggegaan. Ik heb er gewoon niet geslapen. Maar je moet toch ooit terug naar huis? Ja, ik ben dus teruggegaan. En toen dacht ik, oh, nou, ik ga even kijken of hij er nog is. Dus ik nam echt zo'n mini-stapje. En ik keek en ik observeer. En ze waren er dus echt niet meer. Dus dat kan meer in mij. Want ik heb een luikje, hè. En dan kunnen ze er weer eruit. Maar jij denkt dat ze gewoon de route terugnemen? Nou ja, ik maak het mezelf wijs. Laten we dat vooropstellen. Het is gewoon... Ik hoopte maar het. Maar je hebt daar toch dingen voor? Je kan toch daar dingen... Je hebt op AliExpress, zag ik, heb je nu een soort van... Nou, een soort schietapparaat lijkt wel. Ja, dat is niet... Dat is juist om heel erg voorzichtig die dieren... Of die spinnetjes te pakken. Het heeft van die veertjes eraan. Of hoe zeg je dat? Van die... ja, gewoon zo van kom die... Kom even nu op het dat woord. Dat ze zachtjes opgepakt worden. Ja, zo. En dan schiet je in een ding en dan gaat hij zo... Dan heb je hier die spin en die kan dan niet met zijn poten niet bewegen. En het is dan 2 meter afstand, dus voor mensen die bang zijn. Nou, dan zo'n spin pakken en dan doe je hem voorzichtig. Zo, of waar je ook bent, doe je hem uit het raam of op de grond ergens. En dan laat je hem los en dan is hij ook nog ongedeerd, zeg maar. Oh, doodeng. Maar wat heb je gedaan met die spin? Heb je niet je vriendje gevraagd of je die spin weg kan halen? Ja. Even serieus. Ja, maar hij kon ze niet meer vinden toen hij terugkwam. Ik stond ondertussen in de woonkamer te wachten. Omdat ik mijn slaapkamer niet meer in durfde. Maar hij kon ze niet meer vinden. Dus ja, ik ben weggegaan. Omdat als ik ze niet meer kan vinden... Mij niet bellen. En de volgende dag heeft hij ze ook niet meer gezien. Dus ja...
Oh, dat hij nog onder je bed loopt. Oh, nou, mam. Nou, genoeg over spinnen, hoor. Ik vind het genoeg. Oké, dus zo begon jouw week. Ja. Nou ja, dramatisch. Ik heb een totale andere week gehad. Misschien iets fijner dan jouw week. Ik heb besloten om zo'n doorzichtige beugel te nemen. Oh ja. Omdat ik merkte dat mijn ondertanden steeds schever gingen staan. Ja, maar weet je wat ik grappig vind? Als jij lacht of als jij praat, zie ik nooit echt jouw ondertanden. Ze vallen niet op. Oh. Dus ja, dat jij dat zei. Ja. Maar ik hou gewoon van rechte tandjes. Dus ik merkte gewoon dat mijn tandjes steeds schever gingen staan onder. Je hebt ook geen spalkje. Nog niet, maar die krijg ik straks wel. Dus ik heb nu zo'n doorzichtig bitje dat echt helemaal op maat gemaakt is op mijn beugel. Soort beugel. Ik wilde als kind altijd al een beugel. Ik was gewoon echt jaloers op meiden uit mijn klas die zo'n disco beugel hadden en allemaal verschillende kleurtjes. Ik ging dan met een paperclip zo hem helemaal uitvouwen zo en dat deed ik dan zo. In mijn Weet mond. Je waar ik aan moet denken? Aan beugelbekky. Ja, maar ik vond het fantastisch. Ik haatte gewoon dat ik niet een beugel mocht. Of niet nodig had. Nou, geen één kind. Ja, ik vond dat gewoon leuk. Om een beugel te dragen. Ik vond dat enig. Ik vond het ook heel leuk staan. Ja, echt waar. En vooral met al die verschillende kleurtjes. Ja, dat liefst nog ook zo'n ding buitenboord. Nee, dat vond ik echt een mishandeling. Maar ik wilde gewoon. Ja, ik wil gewoon een keer een beugel. Ja. Dus ik heb nu besloten om de komende 3 maanden een transparante beugel te dragen. En die gaat dan steeds strakker zitten. Ja. En dan wordt mijn ondertandjes recht gemaakt. Oké, hoe lang duurt dat dan? 3 maanden. En het enige wat ik wel heb als ik mijn beugeltje in heb, is dat ik wel anders praat. Ik begin wat meer te slissen. Nou ja, in ieder geval dus. Ik moet even weer opnieuw een beetje goed leren articuleren met een beugel in. Ja, dat is niet prettig. Nee, dat is ook niet charmant. Ja, nee, zeker niet. Niet op mijn leeftijd. Dus dat was eigenlijk mijn week. Nou, fijn. Rustig, hè? Ja, wacht maar tot ik straks weer naar Spanje ga. Staat u weer in met of zonder recht. Beugel? Ja, maar echt wel. Nou, fijn, wil ik ook wel eigenlijk, want ik heb ook wel een beetje. Je hebt er toch eentje gehad? Ja, maar ja, ik weet niet, ik zou ook wel weer wat rechtere tanden willen. Oh, ja. En misschien wat beter. Nou, die kan je kopen, toch? Ja. Tegenwoordig is het allemaal zo makkelijk. Ja, toch? Wel je kan een heel wetspoedgebit hebben, meteen, in een paar uur. Ja. Ja. Nou, goed om te weten, jongens, tanden kan je kopen. Ja, dat kan je zeker kopen. We gaan 60 seconds spelen. Leuk. Dat betekent, ik heb hier een kaartje. Daarop staan 5 mogelijke gespreksonderwerpen. En jij moet in 60 seconden raden wat ik ga omschrijven, wat er op het kaartje staat. Oké, nou, let's go. Oké, je zit in de auto en je hebt allemaal palen langs de snelweg. Verkeersborden. En die geven je boetes als je te hard rijdt. Oh, flitspaal. Nee, maar je hebt er een app voor als je dat installeert. Oh, flitsmeisje. Heel goed. Hij was getrouwd met Angelina Jolie, de knapste man. Brad Pitt. Ja. Ik ben ervoor gevraagd. Dat is een film. Het ligt aan de Spaanse kust. Dat je. De Costa. Juist. Degene die. Die zei. Josephine, never call me at the office. Columbus, toch? Nee. Napoleon. Nee. Napoleon, ja. Heb ik het goed gezegd? Nee. Zeg. Oké, en het is een. Het is. Wacht even. Het is klein. En het is een diersoort. En het krabbel. Hamster. Ja, en het is klein. Cavia. Nee, ja, de tweede woord was goed. Nee, het tweede woord was goed. Maar het is het klein. Mm-hmm. En je hebt ook Sneeuwwitje. En dan heb je dus die 7 mannetjes. Maar ik heb best wel veel geraden. Ik vind dat je het wel heel goed gedaan hebt. Want je hebt 4 goed gehad. Je had Flitsmeister, had je goed. Brad Pitt had je goed. Costa had je goed. Mm-hmm. Napoleon had je goed. Alleen dwerghamster. Ja, was net buiten de tijd. Ja. Ik vind dat je het best wel snel geraakt hebt. Ja, vind ik zelf ook. Maar ik heb het ook goed uitgelegd, hè? Op 1 na. Ja, jij kan het zo goed op 1 na, inderdaad. Maar ik vind, je kopt hem er toch in. Ja, ik snap het hier wel, snap je? Mm-hmm. Jij zegt altijd echt, maar je moet je flitsmeister aanzetten. Ja, maar moet zeggen, dat is. Ja. Kijk, ik ben echt iemand die houdt lekker van hard rijden. Het is ja, niet ook. Het meest fijn. Ik kan net zo goed de fiets pakken. Ja. Maar ik heb wel altijd de ene bekeuring naar de andere. En die zijn zo fucking hoog geworden. Ja. Even serieus. Duur. Ze kunnen tegenwoordig dus ook zien als je in de auto met je telefoon in je hand zit. Maar maar kijk, daar ben ik het wel mee eens. Want hoeveel ongelukken er gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld doe ook vaak mijn navigatie op mijn telefoon. Ja. Het is niet zo dat ik aan de telefoon aan het bellen ben. Nee. Maar dan heb ik hem zeg maar zo naast me. Zodat ik kan zien waar ik rij. Maar eigenlijk moet je hem dan even op zo'n stikje zetten. Ja, oké, dat
moet. Maar ik ben niet aan het bellen. Nee, oké. Okay. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon echt van het appen zijn. En van selfie'tje maken. Maar ik vind het niet ver gaan dat als je hem al in je hand hebt, dat je dan al een bekeuring krijgt. Ja, maar ja, het gaat om de veiligheid, mam. Zo is het. En er gebeuren gewoon te veel ongelukken, dus ja. Ja, maar ja, oké. Okay. Zo is het. Ik heb gewoon mijn navigatie op mijn telefoon. Mm-hmm. Dan meteen een boete te krijgen van 400 euro vind ik dan wel heel ver gaan. Ja, toch? Maar jouw rijskills, ik bedoel, jij kan absoluut rijden. Maar hoezo? Ik ben in Londen afgereden. Ja, nou, als je daar alleen kan automaat. Rijden, alleen auto, maar ik ben uitgeschakeld, schat. Ja, ja, ik word misselijk ook van schakelauto's. Ja. Ja, als je ernaar kijkt, denk je, waar moet ik beginnen? Maar logisch. Ik wil er niet eens aan beginnen. Nee, logisch. Want ik vind een automaat veel lekkerder rijden. Ja. Maar ik vind dat ik best wel goed rij, hoor. Ja, nou, laatst, mam. Toen had ik jou aangeboden om te gaan rijden. Want ik weet, jij bent dan met alles en nog wat bezig. De telefoon. Dan is het een lipliner. Dan is het dat. Dan is het ik dit. Ik heb multitasken in de mam, auto. Mam, jouw velgen, die zijn gewoon zwart. Nou, ik wil ze ook zwart hebben. Ja. Ik vind dat wel stoer, zwarte velgen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind een auto schoon hebben. Of dat die helemaal lekker fris dan voel je jezelf ook weer helemaal heerlijk. Herboren. Ik kan echt verzamelwoede hebben in de auto. Mm-hmm. Dan heb ik weer een mand met allemaal lekker dropjes en snoepjes en M&M's en dit en dat. Ja. En dat, uiteindelijk gaat dat gewoon verspreid in die auto liggen. Net als mijn achterbak, die zit ook altijd helemaal vol. Dus echt alsof ik gewoon klaargemaakt ben om dan gewoon op vakantie te gaan. Ja. Gewoon helemaal voorbereid. Ja, het is een zooitje. Ja, maar weet je nog, mam? Nou. En nu ik er eens erover nadenk, dat je een keer een boeddha had gekregen van iemand. En dat die boeddha jarenlang in jouw achterbak zat. Ja, ik durf omdat je mag dus volgens... Wat zei je ook alweer? Je mag eigenlijk, een boeddha moet je krijgen. Maar je mag hem ook niet zomaar weggeven. Dus ik ging dat helemaal... Brengt ongeluk. Brengt ongeluk. Ja. Ik dacht, nou, dat kan ik echt niet gebruiken in mijn leven. Maar iedere keer als ik naar die boeddha keek, kreeg je een soort onheimelijk gevoel. Ken je dat? Dat je denkt, oh, ik krijg een knoop in mijn maag. Ja, het bracht dus geen geluk. Daar nee, naar het mijn idee neer. Niet, na zoveel jaar. Dus ik dacht, oké, moet ik hem dan naar het oosten zetten? Moet ik hem naar de deur laten kijken? Hoe? Op een gegeven moment wist ik me geen raad meer. Nee, ik dacht, ik moet gewoon van dat ding af. Plug op met dat ding. Maar ik dacht, ik ga hem niet weggooien bij het vuil. Maar ik zet hem in een Albert Heijn tas, gewoon in de achterbak. Maar mam, als het ongeluk brengt, dan doe je hem toch niet godverdomme in je achterbak? Ja, nee, ja, maar ik dacht, dan is hij niet... Dan brengt het toch mijn ongeluk rustig, op de weg. Rustig, ik dacht, dan heb ik hem niet meer thuis. Dat is al de eerste stap. En dan denk ik, aan wie heb ik zo'n hekel dat ik die boeddha aan kan geven? Elke keer dan dacht ik, oh jij... Pokkenwijf. Ik denk, maar toen vond ik het dan toch te zielig om dan die nieges naar over te brengen. Of dat ik dacht, we hebben een hekel aan elkaar. Ik geef jou nu ineens een boeddha. Ja. Maar ik kwam maar niet af van dat ding. Totdat ik op een gegeven moment gewoon bij Loogman stond, bij mijn auto aan het wassen. Ik dacht, nou echt, ik ben nu helemaal klaar met dat ding ook in mijn achterbak. Ik heb er volgens mij 1,5 jaar, misschien 2 jaar mee rondgereden. Ja, je hebt er lang mee. En toen was ik er zo klaar mee. Toen dacht ik, zet hem gewoon heel stilletjes zo naar zo'n automaat. En dan hopen dat iemand die boeddha mooi vindt. En die boeddha gewoon meeneemt. Als zijnde van, kijk. Ik heb een boeddha gevonden. Dit is voor mij weggelegd. Ik voel me daar prettig bij. En ik neem hem gewoon lekker mee. En ik was er vanaf. Nou. Ik weet niet, ik heb hem daarna niet meer zien staan. Dus ik neem aan dat iemand hem meegenomen heeft. Maar dat deed ik ook met een trillend handje, hoor. Want ik dacht, is dat wel oké? Okay? Want je mag dat niet zomaar wegdoen. Nee. Dat vind ik ook een gedoe met dat soort dingen. Daarom heb ik ze liever niet. Nee. Omdat ik heel bijgelovig ben. Mm-hmm. Ja. Ik durf dat dan niet weg te doen. En dan geef je zoiets. Nou, geef dan echt een mooie boeddha. Ja. Nou, dus, maar ik vind het altijd wel... We weten in ieder geval dat we je nooit meer een boeddha gaan geven. Nee. Als cadeau. Nou, niet zo'n boeddha. Deze was echt... Dat was niet echt een mooie boeddha. En dat moet dan ook in je huis staan. En iedere keer als ik naar die boeddha keek, dan dacht ik, dat past ook niet bij mijn huis. Nee. En ik wilde vanaf. Ja. Maar hoe? Ja. En misschien een kringloopwinkel. Ja. Daar had je het ook kunnen brengen. Ik weet ook niet of dat mag. Maar ja, goed. Ik heb het nu gewoon... Nou goed, je bent er in ieder geval vanaf. Ja, gelukkig wel. Nou, ik weet niet of het daarna allemaal beter is gegaan. Maar ik ben er wel vanaf. Ja, dat scheelt. En heb je nog een paar parkeerboetes gehad? Ja, dat wel. Om even heel snel een brugje te overslaan. Ja, nou, ja, dat wel. Ja, echt die parkeerboetes. Weet je wat het is? Ja, ik heb heel vaak de neiging. Ja, dat je te snel rijdt. Maar je mag tegenwoordig wat 80, 50, 40... Ik bedoel, een fietser haalt me in. Het is gewoon sneu nu. Nou, dat valt ook wel mee. Jawel, het is gewoon... Je moet gewoon... Je hebt veel langer de tijd nodig om op je bestemming te komen. Het is gewoon allemaal traag geworden. Ja. Ja, nee, ik hoor je. En dan, en de file staan is helemaal verschrikkelijk. Oh, ik kan niet. Het is gewoon net als in de rij staan om af te rekenen. In de file staan, dat is zo verschrikkelijk. Maar je hebt toch geen geduld? Ik krijg er gewoon echt aanvallen van. Ja.
Nee, je hebt ook geen geduld. Op een gegeven moment kan ik niet eens de radio meer aan. Dan heb ik gewoon te veel prikkels. Heb jij dat dan niet? Ja, ik ben ook wel een beetje een overgeprikkeld persoon, hoor. Ik kan af en toe ook wel ergens staan en dan hoor ik trams, hoor ik fietsers, hoor ik mensen praten, hoor ik schreeuwen, hoor ik vogels. Het is zo raar, maar dan hoor ik het allemaal en dan zit er ondertussen nog iemand tegen me te praten. Gewoon, je bent ook heel audiosensitief, denk ik. Ja, ik ben echt dan ik vraag soms ook echt om een moment even rust, gewoon stilte. Ik kan daar echt niet tegen. Jij hebt bijvoorbeeld vrienden die heel veel praten. Ik heb namelijk een vriendin. Nou, zeker. Die haalt niet eens adem gewoon. Ja. Die tettert de hele dag door. Tot 's nachts aan toe. Dat je echt helemaal lijp wordt. Ja. Helemaal lijp. Waar haal je het vandaan? Ja, ik weet en wat het maakt het uit? Het is gewoon verschrikkelijk. Ik word dan helemaal... Het is wel leuk voor een leuk avondje. Maar je kan er niet elke dag om je heen nemen. Een avondje, maximaal 30 minuten. Ja. Het is gewoon verschrikkelijk. Mijn haren gaan overeind staan. Mijn nagels zitten gewoon in het hout. Dat ik echt denk, ik word gewoon een halve exorcist ervan. Ja. Trekt dat niet? Nee. Ja, dat heb jij niet? Nee, jawel. Ook ik herken helemaal dit probleem. Het is verschrikkelijk. Maar ja, wat doe je eraan? Ja. Zelfs afkappen lukte mij niet, hè? Nee. Ik dacht echt, ik geef haar gewoon een temazepam. Een kalmeringstablet. Ze moet nu de mond houden. Helemaal, je drogeerde het liefst. Ja, het is schat, het maakt me niet uit. Hou je mond. Ik word gek. Oké. Okay. Nou, ik herken dit. Ik krijg ook een beetje dat soort het van... Aan mij ligt, dat je gewoon continu mensen hebt die alleen maar aan één stuk door zou praten zonder adem te halen en van de hak op de tak gaan. Zo. Nou, als je dit gewoon anderhalf uur hoort, word je helemaal gestoord. Ja, wat doe je eraan? Ja, nee, niks. Ik heb het al 80.000 keer gezegd. Zit gewoon in de persoon zelf. Ze hebben het niet eens door. Ze hebben het echt niet door. Nee. Ik kan niet meer tegen. Ik ben daar echt te oud voor. Nou, Joël, we zijn aangekomen bij ons reclameblokje. Ja. En dat is Hey You. En wij zijn gek op Hey You. En waarom? Omdat onze favoriete televisieserie, The Real Housewives of Beverly Hills, die staat daarop. Nieuwe seizoen, hè? Seizoen 12. Weet je wat ook zo tof is? Als je dus nog geen abonnement hebt op Hey You, dan kan je dus 7 dagen gratis een proefabonnement aansluiten. Oh. Ja, en dan kan je gewoon seizoen 1 tot en met 11 bekijken. Achter elkaar zien. In één keer. Ongelijk. Gewoon als je dat even goed in 7 dagen plant, heb je gewoon alles gezien. Nou, dat hebben we dus ook gedaan. Weet jij nog in seizoen 3, dat hoe heet ze ook, die vrouw van de chirurg? Romana, dat ze over die catwalk liep met zulke ogen. Nou, ik weet niet aan welke kikker zij toen gelikt had, maar ik dat vond het geweldig. En dan die valse vriendinnen van er in het publiek. Die oh stonden my God. Aan te kijken van, ik schaam me gewoon. Maar ik had me, nou, maar ze zag er ook echt niet uit. Nee, hè? Ja. En ze had die ketting achterstevoren, geloof ik. En ze liep als een soort robot zo. Het zag er niet uit, maar heerlijk was het om te zien. Of ze had een te strakke jurk aan. Nou, man, dus kon ze echt niet bewegen. Ze keek echt zo raar uit haar ogen. Maar ik denk dat ze een beetje de model look probeerde aan te houden. Een beetje grote ogen. Ze strekte echt zo de wenkbrauw omhoog. Waardoor de ogen dus helemaal... Nou, de ogen knalden er nog net niet uit. Die vrouw is zo opgetrokken dat lippen. De navel op de gezicht zit. Ja. Nou ja, in ieder geval. Dit was dan de gouden ouwe. Waar we het net over hadden. Maar... aanstaande donderdag en iedere donderdag komt er een nieuwe aflevering, een nieuw seizoen van The Real Housewives of Beverly Hills. Ja, ik vind het geweldig. Ik ben donderdag bij jou. Ja, gezellig. We zijn aangekomen bij onze laatste rubriek. Ja. En dat is vertellen aan Estelle en Joelle. En ik heb spannend. Hier op het kaartje dat we hebben iemand die een mail heeft gestuurd met een vraag tussen moeder en dochter, een dilemma. Ja. En ik ga nu oplezen wat er op het kaartje staat en wat de vraag is. Kom maar op. Dit is een bericht van Vivian. Beste Estelle, volgens de juf terroriseert mijn dochter, 4, de kinderen in haar klas. Ik kan me het moeilijk voorstellen, want bij mij is ze altijd zo'n engel. Wat zou jij in mijn situatie doen? Oh, dat is wel lastig. Dit is echt, ja, je hebt wel van die kinderen die thuis dan echt engeltjes en zijn. Terror zijn en op school. En dan op school echt... Ja, nee, ja, terror gewoon anders. Ja. Dus ik vind dat wel heel lastig. Ja, ik zou dan wel bijvoorbeeld met een juf gaan praten. Ja, maar dat heeft ze denk ik al meegekregen dat de kind een terror is. Want anders zou ze het niet weten. Ja, nou ja, dan zou ik eigenlijk met je dochter gaan praten. Dochter. Maar de 4 is best wel een lastige leeftijd. Dat begrijpen ze niet. Ja, nou ja, ik zou wel proberen om dan wel toch wel... proberen uit te leggen dat het niet kan en niet mag. En dat als ze dat nog een keer doet, dat ze dat dan ook wel merkt.
Of een, ja... Nou, jij kan het beter uitbeelden, want jij hebt natuurlijk twee kinderen en ik niet. Dus ik zou niet weten, hoe kan ik nou het beste met een vierjarige omgaan? Nou ja, ik zou dan wel of meegaan naar school en dan misschien een middagje erbij zitten. Kijken hoe het gaat en dan merk je best wel gedragsverandering. Of apart, of zeg maar dat je gewoon een beetje stiekem meekijkt. Want dat ze kan. Gaat ze sowieso gedragen als jij erbij bent, bijvoorbeeld. Nou ja, of dat ze het niet weet, dat kan ook. Ja. Maar dan zou ik wel kijken hoe zij reageert op haar vriendinnetjes of in de omgeving die zij dan op dat moment terroriseert. En dan wel inhaken op dat moment. Van, en dat mag niet, bijvoorbeeld, weet je? Ja. Dat je, dat je op dat moment ziet van ze doet iets en dat vind jij niet leuk. En dat je dan op een gegeven moment de klas inloopt en dat je zegt dat mag niet. Nou, en dat je bijvoorbeeld ook degene die ze terroriseert ook eruit pakt en erbij neemt. En dan gewoon echt spijkers met koppen slaan. Ja. Dus gewoon duidelijk maakt dat dat echt niet meer kan. Als het dan nog een keer gebeurt. En dan gewoon, of apart nemen en dat je dan tegen je kind zegt van zeg maar sorry. Bied je excuses aan, want dit is niet oké. Ja, maar dat is ook wat ik bedoel in de groepsverband. Dat lijkt mij denk ik ook wel. Ik denk dat ik dat zou doen, op die manier. Ja, wel hè? Ja, was jij wel eens een terror in de klas? Nee. Nou, ik heb op international school was ik wel een beetje terror. Ja, maar toen was je wel veel ouder. Ja, ik was wel puberen, maar... Ik weet wel, toen je 4 jaar was je wel lief. Was wel lief. Ja, ik kan me ook niet heel veel herinneren. En heel sociaal. Van. Maar ja, het is wel vervelend als jij berichten krijgt dat je eigen kind een terror is in de klas. Maar ik zou dat wel meteen aanpakken, want dat kan je jong afleren. Zeker. Ik zou er niet te lang mee wachten, nee. 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 Dus ja, aan Vivian, ik zou inderdaad naar school gaan en dan misschien niet zichtbaar, dat je dochter weet dat je op school bent. En als er dan wat gebeurt, dat je dan meteen, toeslaat. En dat je gewoon zegt, dit kan niet. En ook zo de kinderen ook die ze erbij die ze terroriseert. Apart nemen. Apart neemt. Ja. Ja. Denk dat precies. Ik ben dat het ermee eens. Doen. Ja. Niet anders. Nou, gelukkig. Ik weet niet of er van die pestscholen bestaan. Of whatever. Nou ja, er zijn er genoeg. Ja, er zijn hele sites van. En gewoon zo'n opvoedings... weet je, zoals de nanny, die Britse nanny... die ook altijd op televisie... allemaal van die ondeugende kinderen... Britse nanny? Ken je dit niet, dat programma? Oh, Nanny McPhee. Ja, nee, volgens mij wel, ja. Oh, ja dat ze ja, dan maar niet die... kinderen leerden... weet je, een beetje zo'n normen en waarden. Als ze aan het huilen zijn... Dat ze laten huilen. Of vervelend, of ouders slaan of zo. Weet je, dat vond ik zo'n leuk lijkt programma. Me verschrikkelijk. Ik zou er helemaal para van worden. Ja, en dan schakel je dus die nanny in. Daarvoor was zij, om die kinderen goed te begrijpen, analyseren. Zij was wel goed, hè? Ja, dat zou ook nog wel een tip kunnen zijn. Ja, dat als het in Nederland bestaat, dat je gewoon zo'n nanny inschakelt. Nou ja, als het voor echt dit niet, dingen. Nee, maar als ze echt niet luistert, of dat kindje, dan zou ik gewoon zo'n nanny inslaan. Ja, nou ja, dat kan altijd. Als dit niet werkt, zou ik dan dat doen. Ja. Ja, toch? Dat is voor het ergste geval. Ja. Bonus. Heb je er nog eentje? Nee, dat was het. Nou, dat was het dan. Hebben jullie nog vragen? Stuur ons een DM via Estelle en Joël All In. En volg ons natuurlijk op ons Instagram. Estelle en Joël All In. Onze TikTok en YouTube kanaal. Ja, abonneren op YouTube. En kijken en vooral meegenieten. En luisteren. En luisteren, ja. Op naar de volgende.